Een gameplan dat bijna een hele wedstrijd goed werkt, tot Dusan Djordjevic zijn duivels ontbindt. 18 punten in 10 minuten en een handvol assists. Wegoverwinning voor de Antwerp Giants, 70-78. Ik denk dat hier toch wel de klasse van een Djordjevic bovenkomt. Die dat dan het zeer goed leest en heel goed kijkt waar dat dan toch nog de opties zijn. Ik denk dat we dat 37 minuten helemaal hebben kunnen afnemen. Op laatste leest hij dat en doet hij dat. De Giants hebben een ander gelaat laten zien dan dinsdag tegen Oostende. Defensief zit het goed in elkaar en ook aanvallend vinden de mannen van Vervaet de weg naar de korf. Het zorgt voor 19-9 na kwart 1. De kustploeg heeft het lastig met het plannetje van de Giants. Via Ryan Thompson kunnen ze wel milderen tot 39-36 halfweg. Oostende komt aan het begin van het derde kwart op gelijke hoogte. De Giants beven, maar kraken niet. Van op de Vrijwareplein behouden ze hun voorsprong 53-47. Oostende stond niet voor niets autoritair aan de leiding op het einde van de reguliere competitie. Deze ploeg is misschien wel een maatje te sterk voor de Giants. Ik denk dat we er geen geheim van moeten maken dat die ploeg beter uitgebalanceerd is dan de onze. Ik denk dat ik dat na de bekerwedstrijd ook direct heb gezegd en dat blijft zo. Alleen hebben wij bepaalde zaken die we er tegenover kunnen stellen waar ze het ook wel moeilijk mee hebben. En, maar dat doen we misschien niet genoeg. En als we dat beter kunnen doen en we kunnen de mismatchen wegnemen, dan hebben we denk ik een kans. Te sterk of niet, feit is dat de Antwerp Giants morgen met de rug tegen de muur naar de kust trekken. Winnen is een must, anders zit het seizoen erop.